ja, zeer vereerd eigenlijk vorig jaar met de fietscrossvereniging DVO die trofeeën langs mochten nemen. We hebben een 2014 was wel een heel roerig jaar eigenlijk bij de vereniging, aangezien we toen een nieuw interim bestuur hebben gevormd. En in 2015 kwam de trofee. Ik kan melden dat wij nu een huidig voltallig bestuur hebben. Een nieuw bestuur, geen interim bestuur, maar een voltallig bestuur. En dat is eigenlijk één, dat was echt super. En als tweede hebben wij een samenwerking met de HTFC zijn we aangegaan. En vanaf 1 januari dit jaar is de HTFC, de Haagse Wedstrijdtoer en Fietsclub, met ruim 400 rijders, ons clubgebouw is hun clubgebouw. En daar zijn we de samenwerking mee aangegaan. Dus nu hebben we een 500 leden zeg maar, die bij ons op het terrein bivakeren. En ja, dat is nog wel heel positief, denk ik. Ja, om dat bij elkaar te brengen. Dus al met al ja, heeft ons toch veel goeds gebracht. En dat dankzij de PvdA. Ja. Ja. Dus nee, het is, ik hoop dat jullie daar ook heel veel goed mee hebben. En nou, heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, is heel mooi. Prachtig. En de kunstenaar zelf is niet aanwezig. Nee. Nee. Hoe is het om de 1 mei trofee te ontvangen? Het is een enorme erkenning. Het is een erkenning van waar we nu al 49 jaar mee bezig zijn. Met veel vrijwilligers. Ongeveer 100 vrijwilligers staan er bij ons op de lijst, waarvan er 60 heel actief zijn. En een erkenning, niet alleen voor het vele werk en voor het behoud van die mooie treinen en de stations enzovoorts, maar ook wel maatschappelijke erkenning. Van met al die vrijwilligers spelen we ook echt een rol in Haaksbergen, in Twente, in gezinnen, in op andere plekken dan alleen Haaksbergen en Boekelo. Namelijk spoorwegminnend, historieminnend Twente, Achterhoek en soms zelfs de Duitse grensstreek. Dus het is veel meer dan een oude trein. We hebben veel ambities, we hebben veel plannen. Een groot potentieel, zeggen we zelf ook wel eens, dat we eigenlijk nog veel meer kunnen dan we nu al laten zien. En daarvoor hebben we meer mensen nodig. En dat is zowel mensen om koffie te schenken, maar ook om bomen te zagen. En ook om foto's te maken en ook om op de locomotief te staan. Hoe komt het zo dat de PvdA bij jullie terecht? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je een Partij van de Arbeid mensen moeten vragen. Waar komt er 1 mei trofee te staan? We hebben op de bestuurskamer een aantal trofeeën staan. Alleen, dit is een trofee die zo duidelijk bestemd is, ook bedoeld is ook voor de vrijwilligers en voor de rol die vrijwilligers in onze organisatie spelen, dat je zou haast zeggen, hij moet in de kantine staan, maar dan wel onder een mooie glazen stolp, zodat hij niet vies wordt, niet beschadigd raakt. Dus daar moeten we nog even over denken. Het publiek die de MBS komt bekijken, die kan hem niet zien? Dat zou ook wel een goed idee zijn, hè? Ja. Hier gaan we nog even over nadenken. Een mooi plekje, een mooie ereplek voor een heel jaar. Heel veel plezier met de 1 mei trofee. Hartelijk bedankt.